Oh, dit is zo vet. We lopen richting het veld waar het allemaal gaat gebeuren. Yo, Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Rick en we moeten hier even de berg op. We moeten namelijk de jamper van Sonja even volgen. Want Sonja die wil even met ons praten en daarvoor moeten we dus hier naartoe. Daar staat haar jamper. We moeten waarschijnlijk daar inderdaad naar boven. Maar eerst ga ik even die pokebal pakken die daar aan de rechterkant ligt. En vandaag gaan we ook onze eerste badge proberen te halen in de gym van Milo. Maar mijn vraag van deze dag is dus, wie van deze drie vind je het leukst? Vind je Sonja het leukst? Vind jij Hop het leukst? Of vind je Milo het leukst? Dit is in ieder geval Sonja. En die staat daar lekker te chillen met haar jamper. Ah, oh, ja, jamper blijft wel cool hoor. En Sonja vind ik eerlijk gezegd ook wel een leuk karakter. En ze zegt, ik heb je gevraagd om hier te komen, omdat ik wilde weten wat je hiervan denkt. Van deze dingen waarschijnlijk, die hier zo, ja, op deze heuvel te zien zijn. Het is een geoglyph. Wat denk je hiervan? Denken we hierbij aan Dynamax of The Darkest Day? Ik denk hier meer aan The Darkest Day eigenlijk. En Sonja die geeft ons gelijk. Lang geleden was er een grote donkere storm in de Galar-regio. Grote Pokémon werden helemaal gek. Maar wat was die storm die ze The Darkest Day noemde? Welke connectie heeft het met Dynamax? En Sonja die gaat dat uitzoeken. Nou, succes ermee Sonja. Ik vind het wel interessant. We krijgen Milo's League Card in ieder geval. En Milo heeft gras type Pokémon. Ja, moet eigenlijk Fire, Flying of Bug type moves hebben. En we krijgen ook even twee revives. Top. Hier ligt nog wat in. Fresh water. Ja. En dan gaan we richting de gym challenge. Let's go. We moeten hier naartoe. Denk ik. En dan, ja, hier naar beneden. En Hop staat alweer klaar. We gaan eerst hier even naartoe. Want hier zag ik inderdaad nog een Pokéball liggen. Het is een Max Revive. Super handig als je Pokémon down is. Dan geef je die. Dan is die weer levend. En dan is die gelijk weer helemaal vol qua HP. Moet ik even kijken. Want ik denk dat ik dan nu Dottler maar als eerste in mijn team moet gaan zetten. En dan gaan we het proberen te fixen met de Bug Move van Dottler. Yo, Hoppie. Kijk eens, Rikachu. De Grass Gym Badge. Ja hoor, Hop die heeft hem alweer. Hop moet weer vooruit rennen. En hij moet weer... Ja, hij moet die gym badge alweer eerder hebben dan ik. Hij zegt, maar ik weet zeker dat jij dit ook kan winnen. Jij bent mijn grote rivaal, dus je kan dit. Nou, laten we dit gaan doen dan. De gym challenge. Oh, ja. Hier is Ball Guy weer. We krijgen een friend ball van de Ball Guy. En met een friend ball dan worden de Pokémon sneller vriendelijk. Alright, gym challenge. Let's go. We moeten dus 8 gym badges gaan pakken, ook in deze regio. En laten we dit gaan doen. We moeten ons uniformpje even aantrekken. En die ziet er zo uit. Natuurlijk met de 4 op mijn rug. En dan mogen we denk ik nu het stadion in. Ja, we mogen het stadion in. Hype, go! De grasgym. Het grasstadion. Hier gaan we voor onze eerste badge, jongens. Super tof. Ik heb er zin in. Let's do this. Zo, dit is een aardig grote gym. Aardig grote stadion. En ik zag alweer allemaal Wooloos daar staan. Wat is dat toch met die Wooloos in deze game? Ik wil er zo graag heen. Maar ik kom ze maar niet tegen. Mag ik er nu eentje vangen? Dit is de missie van de Turfields Pokémon Gym. Oh, we moeten de Wooloos in dat vak zien te krijgen. Serieus? Hebben we hier gewoon een Wooloo mini game? Nou, go. Let's go. Wooloo minigame. Oh. Go, 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 go. Deze Wooloo's erbij. Go, 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 go. Ja hoor, en we hebben 20 Wooloo's in het vakkie. Nice. Oh, wow, oké. Ze beginnen met z'n allen te rollen. Ja, die Wooloo's zijn eigenlijk klein te sterk, jongen. Oh, oh, Jampers. Jampers die willen natuurlijk die Wooloo's de andere kant op brengen. Go! Dit is super grappig. Dit is echt heel leuk gedaan. Hè? We kunnen door naar de volgende. We moeten waarschijnlijk eerst even gaan battelen. Ja hoor, jazeker. We moeten even gaan battelen met trainer Samuel. Samuel gooit een Gossifleur. Die hebben wij inmiddels ook gevangen. En eigenlijk was de vraag van deze dag, dat zou ik nog doen. Maar dat ben ik vergeten. Hoe moet mijn team eruit zien? Maar dat doe ik dan wel in de volgende video. In ieder geval kunnen we Strugglebug gaan gebruiken op Gossifleur. En die is super effectief. En precies voor de helft hebben we Gossifleur neer. Gossifleur doet namelijk een Rapid Spin. Dat doet niet heel veel pijn. En deze trainer heeft dus ook maar één Pokémon. Alleen een Gossifleur van level 16. En die hebben we... Oeh, die hebben we nog niet verslagen. Ik dacht dat we die nu wel verslagen zouden hebben. Maar niet dus. Oké. We krijgen nog Leafage op onze bakkes. En laten we dit dan finishen met een Confusion. En dan hebben we Gossifleur wel neer. Kablam. Doei doei. Level 16 Gossifleur. Hoeveel XP krijgen we. Niet heel veel. Zigzagoon is wel een level omhoog. En zo verslaan we Samuel. Samuel zag er wel echt super vrolijk uit. Okay, go, 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 go. Deze kant. Pas op voor die jamper. Ja, lekker Wooloos. Nice. Goed zo. Dit is zo grappig. Pak eerst er even in. Hoppakee. En kom op. Tackle met z'n allen. Ik wil nog wel even deze trainer hier verslaan. Want ik kan die XP eigenlijk wel goed gebruiken van die trainers in deze gym. Dit is trainer Mark. En die gooit een bedieuw. Hoeveel Pokémon heb jij, Mark? Mark heeft 2 Pokémon. En Mark begint met Absorb, wat natuurlijk echt 0 damage doet.
Nou, het doet 1 damage. Oh, en mijn struggle bug doet ook niet zoveel damage. Hoe doet confusion het dan? Ben ik wel benieuwd naar. Even kijken wat we met confusion kunnen doen. Oh, kijk, die is wel super effective. Nice. Dan doen we Bedu een growth. En dan gaan wij nog 1 keer confusion doen. En dan slopen we Bedu. Doei! Dottler gaat een leveltje omhoog naar level 17. Top. Dat kan ik goed gebruiken, want ik heb Dottler keihard nodig in deze gym. En nu gooit hij er een hele schattige Oddish uit. Ik vind Oddish een van de leukere Pokémon uit de eerste generatie. Maar ja, hij blijft me absorb doen. En dat is gewoon niet zo slim, man. Confusion nummer 2. En we hebben er hierna nog 1 nodig om hem te verslaan. Oh, nu doet hij Stunspoor. Ik hoop dat ik Paralyze Heals bij me heb. Het zou wel erg jammer zijn als we die niet bij ons hebben. Gelukkig kunnen we wel Confusion doen. En daarmee ook Oddish verslaan. Doei doei, Oddish. En daarmee is Rolly Collie naar level 18. Ze accepteren hun verlies wel goed. Dat vind ik wel nice. Oh, en Rolly Collie gaat evolueren, jongens. Ja, ja. Daar gaat hij. En dan wordt hij waarschijnlijk zo'n mijnkarretje. Wat? Oh, dat gloeit helemaal. Wat vet. Rolly Collie evolueert in Karkol. En ik vind Karkol wel een van de toffere nieuwe Pokémon uit deze generatie, hoor. Kijk dan hoe die eruit ziet. Wat vet. Oh, en Karkol is ook een Fire-type. Dat is wel nice. Leert hij ook gelijk een vuurmove? Nice, hij leert gelijk Flame Charge. Dan zou ik hem ook kunnen gaan gebruiken in de gym. Dan mag Smokescreen weg. Oeh, dat is super nice. Oké, ik heb in ieder geval een Paralyze Heal. Dat is top. Dan moeten we nu dus eventjes de Wooloos proberen te brengen naar de overkant. Go, 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 go. Nice. Lekker bezig. Ja, dit gaat lukken, jongens. Dit gaat keihard lukken. Kijk maar. Hoppa. Voorbij de Empers. En weer een doorgang gefixt. Oeh. En dit is volgens mij de laatste doorgang. Ja, zie je? De Wooloos die gaan uit de weg. Die worden weer in hun kooitje opgesloten. Ja hoor. Maar ik ga nog wel even deze battle doen met deze mevrouw. Gym Trainer Lea. Gym Trainer Lea heeft een Bounce Suite. Come on, Dottler. Je kan het. Met een Struggle Bug. Pak hem. Nice. Bounce Suite doet Rapid Spin. Het doet allemaal niet zoveel damage. Ik ben heel erg benieuwd welke Pokémon Milo straks heeft. Welke Pokémon mij dan wel pijn moeten gaan doen in deze Gym Challenge. Want tot nu toe gaat het allemaal best wel soepeltjes eigenlijk in de Grass Gym. Kijk, deze Bounce Suite hebben we ook weer verslagen. Terwijl hij nu Oddish weer zien te pakken. Dat gaan we doen met Confusion. Hoppa. Ja, daar hebben we er wel weer 3 van nodig, hoor. Zit je me nou... Nee. Poison me niet. Ja, dit is wel een vervelend ding. Confusion. Pak hem. Hij doet acid. Ja, nu gaat hij wel hard, die Oddish. Oké, kom op. Confusion. Sloop die Oddish. Einde verhaal met Oddish. Dikke doei. Mazzel. Zo, wat is ook weer gebeurd? Heb ik antidotes? Ik heb antidotes. En ik heb ook een super potion in de pocket voor Dottler. En dan zijn we helemaal klaar voor onze final gym battle. We gaan de badge ophalen. Nou ja, ophalen. We moeten er wel nog iets voor doen natuurlijk. We moeten nog wel van Milo zien te winnen. Ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken. Maar daar gaan we wel stiekem een klein beetje van uit natuurlijk dat het gaat lukken. Hier gaan we. De Grass Gym Challenge is klaar. En we gaan naar de final battle. We gaan nu echt het stadion binnen. Go, go, go. Oh, dit is zo vet. Kijk ons lopen. We lopen richting het veld waar het allemaal gaat gebeuren. Waar het publiek helemaal klaar zit. Waar ze foto's aan het maken zijn. Je ziet de lichtjes al in de verte knipperen. Daar gaan we, jongens. De gym battle. Milo komt van de andere kant van het stadion. Het is wel een coole dude, man. Hij ziet er echt super vriendelijk uit. Ik hoop niet dat hij 6 Pokémon bij zich heeft, want hij heeft namelijk 6 Pokéballs aan zijn broek hangen. Ik hoop niet dat hem gaat worden, jongens. We gaan het zien. Daar gaan we. De gym battle. My gym's the first one people face, so we get a lot of challenges. Oftewel, dit is de eerste gym en er komen hier heel veel uitdagers. Daarom probeer ik de gym missie moeilijk te maken, maar je hebt het alsnog gefixt. Je hebt mijn Wooloos naar de stal weten te brengen. Goed gedaan. Dit wordt een geweldige battle. We kunnen hier Dynamaxen. Hij gaat zijn Pokémon ook Dynamaxen, want dat heeft hij nodig om te winnen, zegt hij. Dat is hem. Hoor de muziek gaan. Oh, deze muziek is super sick. Hij gooit er gelijk een Gossifleur uit. Die kunnen we hebben. Dat hebben we al gezien. Ik ben benieuwd welke level de Gossifleur is. De Dynamax band gaat aan. En daar gaan we. Oeh, level 19, jongens. Dit wordt een ding. Ik denk dat hij sneller is. Nee, hij is niet sneller. Maar zijn Pokémon is level 19, gek. Gossifleur gebruikt Round. Geen idee wat Round is. Het doet niet heel veel damage. Wat, hij is 2 levels hoger. En zijn volgende Pokémon is waarschijnlijk nog wel een paar leveltjes hoger. Let's do this. Magical Leaf krijg ik op mijn bakkes. Dat doet niet heel veel damage. It is not very effective. Mijn Bug Pokémon doet het goed tot nu toe. Hij weet Gossifleur te fixen. Hoppa! Gossifleur is down, dat is 1. Lekker veel XP ervoor. Wacky en Yamper een level omhoog. En dan gaan we nu naar Eldegoss. Ja, de evolutie. De evolutie van Gossifleur, die heeft hij ook. Die hebben we nog niet gezien in deze game. Maar daar gaan we en hij gaat hem ongetwijfeld Dynamaxen. What? Level 20. Ja, ik ga ook mijn Pokémon Dynamaxen. Oh, hoor ze zingen dan. Dit is nice, ze zingen een liedje voor ons op het stadion. Het publiek. Super cool. Maar daar gaan we, Eldegoss. Gedynamaxed, man. Ik hou mijn hart vast. Ik wil ook Dynamaxen. Let's go. Daar gaan we. Ik Dynamax, man. Dottel. Of hoe heet die?
Drottel. Dottel Drottel. Daar gaan we. Een gigantische bug, jongen. Dottler heet hij natuurlijk. Ik was even zijn naam kwijt. Daar gaan we. Ik ben benieuwd of we dit gaan redden. Zij kunnen eerder hun move doen. Hun Dynamax move. Max Overgrowth. Oké, maar die kunnen we hebben. Die is namelijk not very effective. Ziet er wel vet uit. Maar die kent mijn Grookey. Die geëvolved is in Twacky ook. Ja, dit ziet er goed uit. Dat vind ik niet heel erg. Dat je gewoon die move doet. Want mijn move. Mijn Max Flutterby. Die gaat super effective op je zijn, jongen. Oh, maar ik ga hem er niet mee slopen, hoor. Het is wel super effective, maar ik ga hem er absoluut niet mee slopen. Eldegoss heeft een stukje HP terug. En ja, ik ook. Ik heb ook een stukje HP terug. Ja, we gaan dit gewoon een paar keer doen. Hij gaat nog een keer Overgrowth doen. En dan ga ik nog een keer Flutterby doen. En we gaan wel zien waar het toch gaat leiden. Ja, tot nu toe ben ik niet ontevreden. Dit gaat wel lekker. Het ziet er wel vet uit, jongen. Die butterflies, die vlindertjes die dan daar naartoe vliegen. Tot nu toe hebben we allebei nog meer dan de helft van onze HP over. Nu gaat die Max Strike doen. Ja, die doet meer damage op mij. Die doet iets meer pijn. Dat is een normal type Dynamax move. En ik doe gewoon nog een keer dezelfde. In de hoop dat ik hem ga slopen. Ik ben benieuwd of mijn Dottler het vol gaat houden. Volgens mij is nu het Dynamax over. We hebben allebei 3 beurten gehad. Volgens mij gaan we nu allebei terug naar onze normale vorm. Ja, kijk. Daar gaat Eldegoss. En daar gaat Dottler. Ja, we krijgen weer een normale battle. Dan gaan we het doen met Strugglebug. Maar zijn lievertje is sneller. Die gaan we overleven, toch? Ja, die gaan we makkelijk overleven. Doet maar 5 HP damage. Ik ben benieuwd naar Strugglebug. Ik ben benieuwd. Ik denk dat we hem nog 2 keer moeten raken. Ja, helemaal. Als we steeds wat HP terugsturen. Dat komt denk ik door mijn Dynamax move. Dat we allebei wat HP terugkrijgen. Ja, ik weet niet waarom. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar ik denk dat het met mijn Dynamax move te maken heeft. En we moeten hem nog 1 keer raken. Eldegoss moeten we nog 1 keer raken. En dan hebben we onze eerste badge binnen. Eldegoss, doe nog een keer. Leverage. Als die niet critical is, gaat het ons lukken. Ja hoor, het gaat ons lukken. Het lukt ons gewoon. Strugglebug erop. Bam! Level 20 Eldegoss verslagen. Milo verslagen. En de eerste badge is voor ons de Grass Badge. Oeh, lekker veel XP trouwens. Holy moly, 752 XP voor Dottler zelfs. En ook Zigzagoon gaat naar level 17. En daar gaan we. We hebben Gymleader Milo verslagen. Ja, en hij vindt het eigenlijk wel oké. Wat een ongelofelijke gym challenge, zegt hij. We hebben het gedaan, jongens. Milo zegt, dit moet goed voelen voor je, deze battle. En als bewijs dat je me verslagen hebt, heb ik hier de Grass Badge voor je. We schudden elkaar de hand. Ja hoor. En daar is die, de Grass Badge. Oh, nice. Die komt in een soort van cirkel waarin alle badges komen. Super cool. En nu kunnen we Pokémon tot level 25 vangen. En moeten alle 8 gym badges hebben. En dan kunnen we door met ons avontuur. We hebben hem. Hoppa. We krijgen nog een TM erbij, Magical Leaf. En we krijgen Milo's uniform ook nog. Nou, dankjewel. Ik denk niet dat ik die aan ga doen, maar wel bedankt. Daar komt die aangelopen hoor. Ik heb hier wat advies voor je. De gym challenges hebben een vaste volgorde waarop je ze moet doen. Je moet hierna naar Hulbury om Nessa te ontmoeten. Hulbury die is net na route 5 te vinden. En met deze grass badge kan je naar de wild area gaan. En dan kun je dus Pokémon tot level 25 vangen. Super cool! Yeah! Hoppa! We hebben het gewoon geflikt, jongens. Ik ben super trots op mijn Dottler. Dottler heeft gewoon heel die gym gefixt, hè? Even serieus. Wat een baas is die Dottler. Ga eens even op de map kijken. Ja, we moeten nu naar route 5. Dus we moeten hier naartoe. Naar de rechterkant. Ik denk dat dat deze kant op is. Kunnen we nog even hier naar beneden? Hier liggen ongetwijfeld nog wat items. Ja, kijk, zie je, hier ligt nog een TM. Hoppakee, Brutal Swing. Hier ligt nog een itempie, een Everstone. Nice, als je die aan een Pokémon geeft, dan evolueert hij niet. Dus als je niet wil dat het Pokémon evolueert, moet je hem even een Everstone geven. We gaan de brug over en we moeten onze route vervolgen op route 5. En dat gaan we doen in de volgende video. Doe even een blauw duimpje omhoog als je van Nintendo en Pokémon houdt. Abonneer dan ook zeker even op dit kanaal. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickettyu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!